jongens, ik ben Dennis, aka Denske. En vandaag vullen we een nieuwe episode van Road to Life Minigun. En vandaag is het weer op Sovereign. Ik krijg deze map echt te veel gewoon. Dat is gewoon echt niet normaal. Dat doet gewoon pijn in mijn ogen zo vaak dat we krijgen. In ieder geval, ja, waar gaan we heen? We gaan gewoon rechtstreeks dwars het meer in rennen. We hebben niks te verliezen. En we hebben eigenlijk heel veel te verliezen. Maar, ja, oh shit. Ja, dat hebben we dus te verliezen. Oké, okay, nou, van dat wapen ben ik inderdaad niet van dichtbij. Maar hij was wel fucked up snel. Hij heeft niet eens lightweight of zo. Dus hoe snel dat kind er kon zijn. Oh, hij is natuurlijk niet gecapt. Ja, hij had niet gecapt. Hij is een beetje ego. Oh, dat was helemaal niemand. En daar wel. Hoppakee. Je kunt niet een andere gozer meid zien. Waarschijnlijk wel. Nee, kan je dat niet. Ook goed. Hey, you gotta be kidding me. Ik ben 10 tellen weg bij B en dan hoor je gelijk losing B. Oké, okay. Shit, ze hebben hem al neutraal. Ik wil eigenlijk wel winnen, want de laatste tijd verlies ik enorm veel potjes. De hele tijd met kei weinig teams over en zo. Bijvoorbeeld 4 tegen 6 of 3 tegen 6. En dat kan wel, maar ja, ik heb ook geen zin om, 15 vlaggen te cap of zo, noem maar zo. Dus ik heb heel veel potjes laatst verloren. Dat wil ik eigenlijk nou wel winnen. Dus daarom probeer ik wel beter te verdedigen, maar dat lukt niet, want we zijn hem alweer kwijt. Dus. Nou ja. Hier komt eraan. Oké, ja, geluk hoor, hè. Zo handig. Nog eentje, die heeft die teammate. Ja. Nee, hij heeft die teammate niet. Holy shit. Ik dacht zuiver dat mijn teammate er gefixt had. Ik was aan het twijfelen. Is dat nou een enemy van teammate? Zo. Ik zet hier even een setcom neer voor de sier. Gewoon omdat het kan. Ziet er leuk uit, hè. Een beetje. Beetje shit. Oké, okay, daar stond iemand. Die kan ik dus niet killen. Dit is altijd een beetje fucked up. Wat doe ik hier? Ik weet dat enemies zitten. Oké, okay, die kan ik niet challengen. Probleem is dat ik echt bijna niks van hun kan zien. En dat was mijn reuk. Ik hoorde hem lopen. Ik wist niet, jongen. Er waren echt veel enemies in de buurt. Ik weet het zeker. Maar in ieder geval is het probleem als je op een iets hoger gebied zit. Dan moet je eraan liggen. En als zij jou dan één keer raken, dan schiet ze eigenlijk altijd wel in je kop. Dus dan kun je maar niks. Het team is dat 7-0. Die doet goed werk. Is hij daar? Nee, ik weet niet. Ik kan niet kijken. Ah, volgens mij wel. Hier. Ammo crate ready. Oké, okay, ik moet heel snel weg hier. Want ik moet die ammo crate even neergooien. Ga de kant dan met je dikke hoofd. Goed zo. Nou, we zitten erin. Ah, jezus. Maar die ui, maar deze shotgun is zo slecht. Die had ik de vorige keer ook al. Dat is echt een kutding. Iemand heeft een wapen eruit gehaald. Had ik niet verwacht. De meeste mensen halen er alleen ammo uit. Oké, okay, laat maar. Die gaan we niet challengen. Teammate, gaan we naar die blokken. Oké, okay, ik ga hier wel gewoon naar boven. Hopelijk voor enemies. Van dichtbij tenminste. Dat bedoel ik. Daar zie ik. Dus graag. Hoppakee, triple. En dan ben ik fucked. Ik ga klimmen, ik kan springen. En hij spawnt, ah, jezus. Ging best lekker met shotgun. Voor die 3 tellen tenminste. Dat is zo kut. Ik vind echt dat ze iets op moeten vinden, hoor. Klimmen en springen, dat moet niet dezelfde knop zijn. Dat moet echt niet. Want daar heb ik echt altijd al problemen mee gehad. En dat wordt nooit veranderd. Ik zeg ook niet dat dat ooit veranderd zal worden. Want ik ben er vrij zeker van dat dat nooit zal veranderen. Maar ik zou het wel fijn vinden als er ooit zou gebeuren. Volgens mij stond er iemand, maar ik loop gewoon door. Nog steeds een machine gun dat ik heb, hè. Het is geen AR. Oké, teammate. Enemies zitten hier. Hopelijk. Komen ze eraan? Ja, die komen naar daar aan. En gaat die leanen! Weer iets leuks! Jezus! Oké, okay, hier had ik waarschijnlijk toch dood gegaan, want ik kon er niks doen. Er zat iemand in het fucking lelijke hoekje te campen. En weer een shotgun. Alweer. Fijn. Maar het is altijd iets in dit spel. Dan ga ik dood omdat mijn poppetje automatisch gaat leanen. En dan ga ik dood omdat mijn poppetje gaat springen terwijl ik... of gaat klimmen terwijl ik wil springen. Het is echt altijd ellende hier. En wist ik dat hij er was. Zullen hier enemies in de buurt zijn? Zo even B gaan cappen. Oh shit. Ik ga B cappen denk ik. Maar oh, de teammates. Oh mooi, die hebben hem al. Oh goed. Hey, komt eraan. Ballistic Vest, die heb ik nog eentje, dus die bewaar ik eventjes. Woehoe! Let's go, come on! Ik moet eigenlijk lean kills gaan doen, hè. Oké, okay, volgens mij schoot er iemand richting mij, daar stond er iemand. Oh shit, teammate, maat, ze zijn aan de andere kant. Oké, okay, ik ga weer even naar boven, hopelijk haal ik daar. Ik ga bijna altijd dood als ik op de trap zit. Dan kun je bijna niks tegen doen als je op de trap zit, dus... Ah, ik heb geen range. Ik kan moeilijk nou richting C rennen, maar het ziet er wel net zo uit. We hebben A en B, dus dat is mooi. Nou, oh shit. Als hij hem dood heeft... Nee, de teammate heeft hem niet dood. Ik wil zeggen, als hij hem dood heeft, kan ik meelopen, maar... Hij haalt hem niet dood.
Wat? Wat? What the fuck was dit? What the fuck was dit? What the fuck was dit? Ik schoot zeker weten raak. What the fuck was dat? Hij bleek ook niet heel veel moeite te hebben met mijn Blizzard Vest, dat weet ik wel. Stond er eentje dus altijd naar boven. Goed dat hij naar beneden sprong, want hij had me zo makkelijk in mijn rug kunnen schieten als hij hier stond en sprong naar beneden. Dus hij was eigenlijk oorspronkelijk hier. Ze zitten allemaal onder mij. Ik heb mijn Blizzard Vest neergooien, maar het is hier vrij druk. Toch ga ik het even proberen. Misschien kan hij me net een beetje boost geven. Ook wel raak schieten. Dan zou het allemaal net iets handiger maken. Yeah, we hebben alweer een nieuwe ammo crate. Komt hier een? Ja, yep, die komt hier aan. Oké, okay, nou hoop ik dat ze dit niet verwachten. Ze komen hier aan, je hoort ze lopen. Dus even opwachten, want ik ben hier helemaal alleen. Oké. Okay. Oh shit, oh shit, hond. Goed dat ik die hond zie. 9 van de 10 keer dood omdat je die hond niet aan ziet komen. Ik moet even wapen wisselen. Eén keer kijken, even voor de zekerheid. Double check. Oké, okay, nu is mijn wapen ook zo goed verleden, dus dan gooi ik hier even ammo crate neer. Oh, dat is geen ammo crate. Ik had nog Blizzard Vest, dus die heb ik helemaal niet nodig. Oké, okay, kijk wat hierin zit. Hé, hey, weer een shotgun. Ik weet niet of dat er wel zo slecht uitkomt, want hier had ik hem net best wel zuiver. Oh, hij is silenced. Hij is silenced. Oh mijn fucking god, serieus. Ik zit heel dat hier vast, maar bevalt mij eigenlijk perfect. Ook heb ik nog best een slecht score, wat ik niet verwacht had. Zullen we nou eens een keertje via deze kant komen? En dat is waar. Was wel voor de hand liggend. Ik domineer constant compleet dit gebied, jongens. Oh, oh. Die range heb ik niet, zeker niet dat er een silence op zit. Echt leuk man, deze shotgun. Op deze map ga ik voor te vaak met een shotgun spelen. Dat is nou een feit. En je zult misschien wel zeggen, ga een keer de huis uit. Maar ik krijg constant die shotguns. Ja, dan heb ik zoiets van, fuck it. Nou niet meer. Nou kan ik weg. Nou heb ik tenminste gewoon een normaal wapen. Dan gaan we even lopen. Ik vond het wel mooi op dat plekje. Dat was al zuiver. Mooie acties. Loopt er hier gewoon in boven, joh. Dat snap ik dus echt niet, waar je bij C kan komen. Ja, hij kan natuurlijk gewoon lopen, maar ik bedoel... Lijkt erop dat hij gespand was. Ja, ze spawnen hier inderdaad. Oké, okay, we hebben Blizzard Vest. Die heb ik nog, die hoef ik niet te gooien. Ik kan beter straks gooien als ik hem nodig heb. Enemy has Alpha. Zullen we dan maar richting A toe gaan? Zou ik alsjeblieft ook nog 10 kills kunnen maken? Ik wil graag nog 10 kills. Alleen... Dan moeten we eigenlijk wel vlaggen weggeven. We hebben iets meer tijd. Oké, okay, die is dood. Dat rentje onder mij. Hij is niet dood, hij loopt hier nog. Teammate heeft hem volgens mij niet. Hij kan niet naïven, dat is helemaal positief. Alleen dit is niet positief. Nou zie ik dus helemaal geen zak. Zo, hé, hey, dat is fijn. Tummel. Dat komt goed uit. Ah, klootzak. Kom hier. Woe! Oh jongen, zo blij dat ik nou ineens net op dit moment tummelwapens krijg. Hier eentje. Ah nee, in mijn rug. 35-6. Laatste keer dat ik op deze map speel had ik 39 kills. Dat is ongeveer hetzelfde. Het is natuurlijk niet veel, maar je weet dat dit een serie is waarbij ik niet voor de kills kan gaan. En het is op zich een andere manier van spelen. Ik vind het leuk, want ik krijg constant andere wapens zoals met de shotguns. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.